Goedemiddag, Mylène d'Anjou. Ja, goedemiddag. Actrice. Yes. Zangeres. Yes. ZZP'er. Ja. Al heel lang ook. Ja. Al 18 jaar of zo ZZP'er. Hoe is het met je? Het is met mij niet zo goed. Nee? Gezondheid is goed. Ja. Dat moet ik altijd voorop stellen. Ja. Maar nee, ja, bij mij is al mijn werk weggevallen. Ik zat midden in een tournee. Musical, Verliefd op Ibiza. Wij moesten halverwege de tournee stoppen. De komende projecten waar ik in zou zitten gaan ook niet door. Dus het werk is gestopt. Nou moet ik zeggen dat ik snap dat dit zo'n groot wereldwijd probleem is. Dat het niet over mij gaat. Dus ik voel ook heel duidelijk dat mijn problemen niet zo heel belangrijk zijn in het grote geheel. Maar waar ik wel echt heel droevig en gedeprimeerd van raak, is dat wij, en dat bedoel ik de hele culturele sector, dus ook alle musea en alles, noem het allemaal maar op, zo ontzettend makkelijk worden weggezet als zijnde niet zo toe doen. En dat, ja, dat doet mij wel heel veel. Daar word ik wel heel droevig van. Ja. Droevig? Ja. Ik hoor niet het woord woedend, boos. Woedend ben ik. Nee, ik ben heel woedend. Absoluut. Alleen ik kan... Het theater gaat mij altijd zo na aan het hart. Ja. Ik kan daar niet zo goed dan de woorden voor vinden. Dus ik ben ook heel blij met dit soort acties. Omdat er dan iets gebeurt waar ik een beetje bij kan aansluiten. Dus liefst zou je hier elke uur even gaan zitten? Ik zou hier elke uur... Ja, in de blote kont als het zou helpen. Echt waar. Nee, maar snap je? Ja. Ik zie natuurlijk op zich op tv ook wel dingen gebeuren en discussies ontstaan. Daar ben ik dan heel blij mee. Omdat ik kan het niet zelf. Ik zou een minister wel binnenstebuiten willen trekken. Bij wijze van spreken van woede. Ja. Maar dat helpt natuurlijk niet. Maar dus dat is wel, als je vraagt hoe is het met je, dat is wel waar ik uithang. Zeg. Ja, ik krijg bijna spijt van mijn vraag. Ja, maar bedoel, sorry. Los van wat het op emotioneel gebied met je doet, financieel? Ja, financieel is het nul. Ik ben van de ene dag op de andere natuurlijk naar niks gegaan. Dat is toch heel zorgwekkend? Daarom ben ik ook woedend. Ja. Dat is absoluut zorgwekkend, ja. En ik heb wel zo'n regeling aangevraagd in Rotterdam, de Tozo. Ja. Maar ik word niet teruggebeld. Ik krijg geen antwoord op mijn vragen. Ik heb nog niks gekregen. Dus ik neem inmiddels een hap uit het meubilair natuurlijk. Het is niet te doen. Mm-hmm. Ja, al niet te oud is, geef je niet geen antiek. Ik heb hele oude spullen. Ja, ik hou er al een tijdje. Ja. Zeg maar, bedoel ik zo even, zat Willemijn en Bart hier. En die zeggen, ja, wij worden ook wel, we hebben Quality Time samen. En we spelen en ik ben gitaar aan het leren spelen. Ja. En Bart is bezig en we zingen en we spelen. Nou, ik ben wel bezig, maar niet met mijn vak. Dat lukt gewoon niet. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik soms zo'n foto zie van hoe de zaal dan wordt ingedeeld, dan word ik ook alweer gillend gek. Omdat ik ben natuurlijk een komische actrice, dus ik moet altijd een grapje kunnen plaatsen. En er is niks zo erg als lege plekken en gaten in een zaal. Je wil altijd dat, hoe weinig, al is het 30 man, je wil dat ze bij elkaar zitten, want ze moeten elkaar aansteken. Ja. Je moet, snap je, als je iets timed... Anders gaat het doel voorbij. Dat gaat helemaal niet. Dus ik moet er niet aan denken, als ik heel eerlijk ben. Dus jij gaat pas het theater weer in als het volle bak is? Nou ja, weet ik veel. Ik bedoel, ik wil alles doen om te kunnen spelen. Maar ik voel dat het heilige vuur is heel diep weg. Ja, gezonken. Maar dat gaan we aansteken. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel. Ga even zing wat voor ons. Moet ik wat zingen? Nou, moeten. Nou ja, moeten. Ja, ik wil nou, wel. Ja. Ik ben, maar het moet a cappella. Nou, dat kan je toch? Ik hoop het. Ja, maar lekker. Dan gaat het vuur weer een beetje branden. En dan kom je uit die deprimerende situatie. In godsnaam, ja. Okay. En dan gaan we ook weer zeggen, ja, we verlangen er weer naar om je te zien in het theater. Ja, want ik kan het wel. Schop onder de kont. Maar ik weet niet of ik alle woorden nog. Maakt niet uit, dan doe je la la la, doen wij wel mee. Ja. Mylène d'Anjou, dames en heren. Speciaal voor ons. Onvoorbereid, zeg ik er even bij. Even proberen, hè? Ja, even proberen. Okay. Hey, als het niet gaat, dan zeg ik wel stoppen, maar mee. Het is eigenlijk een liedje, een troostliedje, wat we misschien wel heel erg nodig hebben in deze tijd. En het gaat eigenlijk over het komt goed. En dat hoop ik dan maar dat voel ik nu niet. En het is een heel oud liedje wat ik ooit schreef. Oké, ik ga het proberen. En als het maar niet beter wordt, niets is wat het leek.
De nachten zijn weer veel te kort en het leven ziet zo bleek. Het liefst zou je de strijd staken met dekens over je hoofd. Of schreeuwen van de daken, er was mijn zon beloofd. Licht uit, spot aan, vertrouw laat gaan. De zon komt wel weer op, vertrouw nou maar, het gaat vanzelf, de zon komt wel weer op. Vertrouw maar op je hartslag, op alles wat ik zeg. Soms kan het even duren, maar de zon is nooit ver weg. Je kunt woest om je heen slaan, maar gras groeit door beton. De maan kan op zijn kop staan, vanzelf komt de zon. Dus licht uit, spot aan, vertrouw, laat gaan. De zon komt wel weer op, vertrouw nou maar, want het gaat vanzelf. De zon komt wel weer op, ja heus, de zon komt wel weer op. Jaha! Laten we het hopen! Ja! En hoe was het? Nou, heel emotioneel. Mag ik zitten of niet? Of nou, ik wil vragen hoeveel tekenen. Voelde het toch wel weer goed? Ik vind het heel, heel eng, ja. Ik sta dan heel erg te beven en te trillen, ja. Echt waar? Ja. Ja, ik vind het een prachtig lied. Ja, het is een mooi liedje, hè? Dankjewel. Ja. Ja. En gewoon, zing het vaker voor jezelf. De zon. Ja, zingen komt er echt niet meer van. Ik ben niet meer aan het zingen thuis of zo. Ja, het is vreselijk. Ja. Maar ik vind het echt ook omdat het zo wereldwijd is. Dus ik maak me ook echt zorgen om de planeet. Ja, dat begrijp ik. Ik denk ook echt, waar gaan we naartoe met z'n allen? Dus het voelt niet alsof er veel is om over te zingen. Ik wil toch eindigen met de zon gaat heus veel weer op. Ja, zou wel. Hè? Echt waar, Milène. En vanzelf ook. De zon gaat op en vanzelf ook. Voor hoeveel mensen ga je tekenen? Eigenlijk voor heel veel. Als ik dus verliefd op Ibiza en dan echt ook iedereen meereken. Dus regie, kostuum. Je moet iedereen meerekenen. Precies, lichtontwerp. De twee producties, ik zou een productie gaan doen bij het Pretpakhuis en bij Stent. Mm-hmm. Ik denk dat ik grofweg op een stuk of 40 mensen kom. 40 mensen? Ja. Ga jij voor tekenen? Yes. Ga je gang. Ik teken ervoor. Jij tekent ervoor, ja. En blijven zingen, hoor. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Gewoon blijven zingen. En we worden ook ondersteund. Want mensen in het land die kijken hiernaar, naar deze ketendemonstratie, cultuur in actie, van Gea Glim krijgen we bijvoorbeeld. Cultuur is belangrijk voor iedereen, voor klein en groot, voor arm en rijk. En zo is het, Gea. Betty, het is een onmisbaar deel van het leven. Goed voor jong en oud. Of het nu muziek, dans, bibliotheek, muziekvereniging of drama is. Het moet geen klassenonderricht worden. En dat is het natuurlijk ook niet. Dankjewel, Milène d'Anjou. Ja! Ja.